Een ware voetbalshow van De Graafschap. Geweldig spektakel, uiteindelijk 3-2. Een overwinning die veel te laag uitpakt, want De Graafschap is superieur aan Sparta, vooral in de eerste helft. Ja, dat is ook een van onze doelstellingen, publiek vermaken. Maar bij Vlaag speelden we goed, af en toe nog een beetje slordig. Maar nee, ik ben trots op onze jongens. Ja. Het gevaar komt vooral van de beide backs. Vlatko Lazic op rechts en Tjenner Kavlan op links. Maar Kavlan krijgt rood en dan komt De Graafschap toch nog even in de problemen. Tweede gele kaart, keuze van de scheidsrechter. En dat wordt nog even moeilijk. Maar de jongens hebben goed gevochten, keihard gebukkeld en verdient die drie punten hier gehouden. Dus je bent ze heel dankbaar dat ze toch nog zo goed hebben volgehouden? Ja, zeker. Ik ben trots op de jongens. Het was nog even moeilijk in het begin, na mijn rode kaart. Maar ze hebben het goed opgepakt. Door de vele blessures krijgen jonge talenten de kans, zoals Tom Menting uit Wageningen. En hij kan moeiteloos mee bij De Graafschap. Ja, ik doe mijn best. Dus als dat zo lijkt, is het mooi. Ik hoop dat ik vaak kan spelen. Maar je had zelf er ook al de indruk dat het lekker liep? Ja, wel lekker. Af en toe nog slordig, maar ging aardig. De Doetinchemmers staan nu op de 5e plaats en gezien het goede voetbal horen ze daar ook thuis. Het gaat goed de laatste tijd. Ik hoop dat we het kunnen vasthouden. We hebben een jong team, niet al te breed selectie, maar we hopen dat we het kunnen vasthouden. En ik geloof in de jongens, dus dat moet wel goed komen. Ja.